Freek, jongen, hoe is het? Goed. Ja? Heel goed, ja, ja. Zeker. Druk, heel druk. Ja, het is puinzooi hier, hè? Het is een puinzooi, ja. Ja. Het is nu georganiseerde puin, maar het is... Het is nu netjes. Het is nu netjes, maar er zitten wat stoffige dagen tussen. Er is veel gesloopt, veel gestript. En eigenlijk is de zaak niet echt meer terug te herkennen op het moment. Nee, ik zag dat de achterban er al uit is. Dus, ja, klopt. Maar het is natuurlijk best wel spannend. En weet je, ik kom hier vaak, dus ik wist natuurlijk al dat er van alles stond te gebeuren. Het is al een aanloopje van, hoe lang is dat? Een jaartje, zijn je er al een soort over bezig. Ja. Maar er is veel veranderd en er zijn natuurlijk veel vragen over. Dus kan je eens even kort uitleggen wat precies de plannen zijn, waarom en... Om te beginnen gaan we de serre verbouwen. De serre die is gewoon, die staat al zo lang dat die bijna uit elkaar valt en rot is en lekt. Dus daar komt een nieuwe serre in, die ook wel anders wordt dan hoe die er nu uitziet. In de zin van niet meer het bekende glas. Er komt nog een kleine glasstrook in, maar iets minder dan op het moment. Voor de rest wordt het een andere kleur, het wordt meer zwart. En er komt in plaats van de parasol met de paal komt er een zonnescherm op de luifel. Die gewoon uitschuift, zo'n ding. Ja. Juist. Dus dat is met de serre. En dan door naar achter is het ook wel tijd dat natuurlijk de toiletten een keer... Hoogtijd, ja. Is ook hoogtijd. Dus die zijn er nu al deels gestript, leeggehaald. En daar komt een keuken. Om toch ook meer in de zomer en de rest van het jaar wat toegankelijker te zijn op bepaalde momenten. Zoals de lunch en het avondeten. Om toch iedereen te proberen wat meer hier naartoe te trekken. Op de momenten dat het normaal wat rustiger kan zijn. Ja, maar dat is wel een ontwikkeling in Middelburg. Dat de echte natte cafés, zeg maar, de bruine kroegen, moeten het alleen voor biertjes hebben. En dat is niet meer zo heel rendabel, hè? Tenminste buiten de weekenden om dan. Nee, als je ziet dat het natuurlijk op drukke toeristische dagen is het overal al rond de lunchtijd vol. En bij ons duurt het gewoon vaak laat, tot 3-4 uur. En dat zijn natuurlijk zonde om daar niet wat mee te doen. Dus daarom besloten om ook gewoon nu wat meer met eten te gaan doen. Echt geen grote spectaculaire dingen, maar gewoon toegankelijke leuke dingen die bij Chef passen, bij wat Chef is en waar we gewoon lekker leukere doelgroep erbij kunnen betrekken. Ja, dat is natuurlijk wel een vraag die heel veel mensen gelijk hebben van blijft Chef wel. Bar American is verdwenen, andere zaken. De bruine kroegen verdwijnen sowieso. Gisteren in Arnhem-Muiden de laatste café in eeuwen. Maar Chef is natuurlijk ook een wat dat betreft een legende, echt een pijpelaar. Ga je hier dan wel met borden lopen of is het echt met deelplankjes of wat moeten we dan aan denken, wat voor soorten? Daar zijn we nog steeds druk mee bezig. Ja. Dus we zijn nog steeds ook zelf aan het nadenken van wat gaan we doen, hoe gaan we doen. We hebben nog niks concreets. Het wordt heus geen lunchroom, het wordt heus geen fancy zaak. Het blijft Chef, het DNA blijft hetzelfde. We willen echt alles vanuit die gedachte blijven werken. Dus geen witte muren? Geen witte muren. Nee. Nagedacht over een witte marmeren bar, maar toch besloten om hem toch maar te laten voor wat hij is. Met gewoon hout en... Maar we hadden hier natuurlijk vroeger de LP's en de CD's. Je hebt natuurlijk heel veel opgeruimd nu om op te ruimen. Mm-hmm. Maar ja, de laatste, misschien wel 4 jaar al, ik weet niet eens meer hoe lang het is, zie ik nog maar zelden medewerkers een CD pakken. Gaan de CD's weg of komen er nog een paar terug voor de vorm? Of hoe gaat dat? Allemaal nog in te vullen. Ja, ja. Dus alles is nog in te vullen. We hebben nu eindelijk het plan wanneer we kunnen starten. Dat is dus dinsdag 1 februari. En hoe het achter de bar eruit komt te zien en wat we dus ook met het eten gaan doen, dat is eigenlijk allemaal nog best wel open. Dus daar zijn nog alle suggesties ook voor als mensen leuke ideeën hebben. Mogen ze die natuurlijk alles, altijd, ja. Alles is mooi meegenomen. Ja, nou, het is dus eigenlijk gewoon een moderniseringsslag, maar je houdt het hart van de zaak in stand. Heel kort. DNA blijft hetzelfde en we gaan heus geen witte dingen doen, we gaan echt geen rare dingen doen. En de muziek blijft ook gewoon rock. En, alles, juist. En als ik wil gillen gewoon op dinsdagmiddag... Mag jij gewoon gillen. Kijk, dat is fijn, Freek. Het is dinsdagmiddag, hè? Weet je wel, toch een beetje... Ja, dat is toch lekker, hè? Ja. Hey, maar je hebt ook een maquette en de zaak is al behoorlijk leeg gebikt, maar er zijn natuurlijk ook stukjes 70 dat toch heel veel mensen nooit hebben gezien. Ja. Ik heb hier ooit gewerkt, dus ik ken al die gaten nog wel, maar misschien toch leuk dat je even een klein stukje kan laten zien. Zeker. En die maquette heb je hier, die is van Thijs... Dirk Thijs, ja. Dirk Thijs, sorry, ja. Die junior, hè? Zijn vader heeft ooit voor de cd's gemaakt, maar hij maakt het nieuwe ontwerp. Vanuit hier hebben we de huidige situatie waar nu de toiletten zijn. Dus op het moment dat je van langs de bar komt, is dit de gang naar de toiletten en zit daar de huidige keuken. In het toiletblok waar we nu naar het toilet gaan, zal een keukentje komen. Dus een keukentje die ongeveer dezelfde grootte heeft als het toiletblok nu. Met aan de voorkant een luik.
Vanuit dat luik zullen we het eten doorgeven. Dat is nu de achtermuur, zeg maar. Juist. Ja, ja. Daar zit nu het gedicht van Rob op. En daar komt een luik en aan de zijkant de deur, zodat ze vanaf daar kunnen werken. En dat mensen ook op het moment dat ze dus naar de nieuwe toiletten zullen gaan, een kijkje kunnen nemen in de keuken. En dat we het contact ook daar gewoon, zoals Sef hoort, blijven behouden. Als je dan vervolgens door de gang loopt, zal je gelijk uitkomen bij de herentoiletten. De herentoiletten zitten hier links van de trap. Daar zitten de urinoirs. Dus iets verder naar achter dan nu het geval is. Daar zit nu de huidige keuken. Wat de mensen dus eigenlijk niet zien. Maar daar komt vanaf nu de herentoiletten. Met onder de trap een genderneutraal toilet. Voor mensen met eventueel in een rolstoel of minder makkelijk kunnen bewegen. Of gewoon de genderneutrale mensen die daar graag naar het toilet gaan. Die ruimte hebben we onder de trap gemaakt. De trap omhoog komen we bij de dames toiletten. Daar zullen twee toiletten zijn. Met licht van buiten, zodat we toch ook proberen het licht daar zo nog mooi te kunnen houden en dat natuurlijke licht daar ook gewoon nog is. Dan hebben we hier zo ook nog boven komt het personeels- en opslaghok en een stukje voor de serverruimte waar de cv kan komen te staan, eventueel een wasmachine, de droger. En daarbij wordt dus ook het dak verhoogd met de schuin aflopend. En voor degene die het weet, het is nu een puntdak die schuin omhoog gaat. Maar dat zal één dak worden, dus dat wordt ook helemaal gestript. Eén ding nog niet gezegd. Bij de herentoilet hebben we ook nog een extra deur. Dat zal nog een extra spoelkeuken worden. Voor ook opslag vanuit voor de keuken. En waar ook mensen nog kunnen werken die in de keuken staan. Dus dit is een beetje hoe het idee er op het moment uit komt te zien. Ja, oké. Okay. Maar heel duidelijk. Ja, Freek, we lopen even door de hut van voor naar achter. Ja. En dit is al buitengewoon. Dit is gewoon de achterbar. Dit is de achterbar. Dit is waar de tosti's gebakken werden. En dit is... Die staat nu gewoon buiten. Die wordt vervangen door eentje waar meer pompen in komen en zo. Dat is de voorbar. Ja. De voorbar. Oh, die krijgt meer pompen. Ja. Ja, nee, ik vraag me nou altijd af, was dit nou de oudste bar? Want deze was altijd wat lager dan de voorbar. Ja, dat ik niet weet. Ja, maar als je hier een kruk kan zetten, ik zat er altijd minder prettig aan. Maar de achterbak kon je altijd heel de zaak zien. Dus als je vroeger was de legende, als je begon in Sef, dan ging je helemaal achterin. Ja. Dan mocht je kijken naar de grote jongens. En, zo kwam en op een gegeven moment wie er dan vooraan staat, dat zijn de mannen. Ja, nu op de kop van de voorbar. Ja, en nu zijn het de mannen van, je zou zo graag willen dat ze weggaan. Met die suffe koppen. Nee, nooit. Wat hebben we hier voor bordje? Nee, dit is gewoon een lijstje. Nou, maar, deze gaat dus weg. Ja, maar zoals je dus hier al ziet, hè. Zo rot als een mispel. Kijk, je pakt het er zo allemaal van. Het is dus gewoon allemaal toevervanging en klaar om eruit te gaan. Dus dan gaan we zo door naar de binnen. De neonlichten blijven wel hangen, hè? Zeker weten. Nou, de gevel, de serre komt dus tot onder de neonlicht ongeveer. Zoals ik al zei, het glas gaat weg, dus er komt hier nog een lichtstrook. En de rest wordt donkerder. Maar hij wordt eigenlijk donkerder, dus gezelliger. Klopt. Komt er hier een mooie groene plaat. Hè, dus om toch nog steeds het DNA te behouden. En dat uitstraling van de zaak komt daar een mooie donkere plaat tegenaan. En het wordt gewoon wat donkerder, wat cozier. En je kan dan niet meer naar binnen kijken bij Café Cliché. Klopt. Nee. Klopt. En dan hebben we gelijk hier ook, dat is ook wel de oude ingang. Ja. Klopt, ja. Die gaat ook weg. Zo goed als. Er komen wel twee steunpilaren voor de afzuigkap, maar de rest gaat het eruit. Dus DJ's die staan voortaan nakend? Naast de ingang. De ingang blijft hier gewoon hetzelfde. Dus die blijft gewoon op deze plek en op het moment dat er een DJ is, zal die vanaf deze plek kunnen gaan draaien. Ja. Dat je een mooi overzicht hebt van de zaken en dat je een DJ hebt. Ja, en ik moet er altijd bij dit hok, er is een periode geweest, dat was dit het rookhok van Sef. Klopt. En daar vond ik toch niks eigenlijk mooiers dan op, dat was heel de zaak leeg met 5 mensen in dat hok. 4 vrouwen, 1 man. En dan de hele middag in dat hok. Het was natuurlijk foute boel, maar het was wel leuk. Het was wel leuk. Dat deden we niet. Nou, gaan we door naar de bar. Nou goed, zoals ik al eerder zei, de bar die is nog in bedenking. Dus we weten nog niet exact wat dat gaat worden. Maar er gaan zeker aanpassingen komen. Maar de bar zelf, die blijft gewoon staan natuurlijk. Daar gaan we niks mee doen. Dat blijft gewoon... de bar. Ook hier zullen we waarschijnlijk wat tafels komen. We zijn aan het kijken of we hoge tafels kunnen doen, zodat mensen ook hier kunnen zitten. Zo van die pokertafelachtige. Maar dat je wel op zaterdagavond of vrijdagavond, of voor elk moment van de dag het ook is, dat we ze kunnen inklappen. En dat we vooral weer naar Sef Café lampen aan en feesten. Dat blijft inhangen. En de carousel van Thijs Senior. En,
Ja, vroeger zei je altijd, daar stonden de feestmuziekjes in. Het is een CD-beweegbare CD-unit. Voor de mensen die zich ook wel eens afvragen, dit is inderdaad, hier zitten altijd de CD's in, die kan je naar beneden halen. En dan kon je dus vroeger... Ja, van die zilveren schijfjes. Maar ja, het is in het begin vonden mensen het heel raar, ding toen die netting. Was volgens mij de tijd dat ik er werkte, 798 zoiets. Maar het is nu ook best wel weer gek als die weggaat. Maar tegelijkertijd is het een enorme constructie. Ja, zou ook best logisch zijn als die eruit ging. Ja, maar ook dat is nog steeds de vraag. En voorlopig blijft hij gewoon nog hangen. Ja, oké. Okay, nou ja. Dus check. De achterbar zoals je ziet, dat stuk is eraf. Hier stonden we de tosties te maken. En dit stuk is nu eraf. Omdat je dus ook, als hier dus het lui komt van de keuken, dat het toegankelijker is, daar is de ingang van de keuken. Kunnen we eventueel kijken of hier nog zitplekken komen. Maar het is gewoon meer over de doorloop. Wat ik wel mooi vind is dat je nu dingen uit de jaren 80 naar boven ziet komen. Onze maat, er is blijkbaar iemand overleden. Dank Fright, kijk, dat zegt mij nou even niks. Hè. Jan Kees, we vergeten je nooit. Een alcoholisch leven in 7-7. Scorpions, maar dat is echt jaren, kijk, dit is jaren 70 achter de barrier. 20, 8, 86. Brian Adams waren ze toen nog fan van. Kijk uit voor het gat. Ja, nou dan gaan we dus door. Dus wat ik al zei, het wc-blok, daar komt dus de keuken. Dat gaat een soortje weg. Dat gaat weg, om te laten zien hoe de wc's er nu uitzien. Dit zijn de toiletten nu. Helemaal leeggebikt. Juist. Die zijn, het gaat er allemaal uit. Ja, dat waren muren die heel veel rare dingen hebben gehoord. Ja, klopt. Dus, dat is waarheid, maar het is echt gewoon vervanging. Ja, ze waren ook altijd verstopte toiletten. Kijk, een stukje plafond. Ja, of zit daar nog een Jupiler ding achter of zo? Joh? Ja, we vinden overal van alles. Het is allemaal een beetje achtergepropt. Maar het was ook heel vaak verstopt, de toilet. Ja, ja, en de wasbak ook. Het is tijd, het is gewoon tijd. En, ja. Ik snap het sentiment, maar het is voor Seth. Kijk, je kijkt hier eigenlijk ook zo naar. Ja, dat is dus nu naar de boven, waar ook de opslag was, naar het platje toe. Nou, dit is wat veel mensen niet allemaal kennen, maar wat er wel de keuken was. Ook deze is helemaal leeg gestript. De aanrecht gaat er zo meteen nog uit. Is tot de vaatwasser en de ijskoopmachine. Maar ik vind het grappig ook, dat was me nooit opgevallen hier, maar er zit hier dus nog een soort oude schouw. Klopt, ja. Ooit was het een achterkamer van Café de Koophandel of zo. Klopt. Ja, dit is echt oud, man. Al de isolatie is weggehaald. En ook hier zie je dus, het plafond is er ook helemaal uit. En dat was ook gewoon lullup. Gaten zitten erin, want het is gewoon taal. En die vloer is dat, want overal liggen die typische planken van Sef. Maar zijn die nog goed genoeg of moet dat er ook allemaal uit? Nee, maar dit worden de wc's. Ja, dus, dat gaat sowieso weg, ja. Ja, dus dit is inderdaad de trap naar... Dat wordt één lange rechte trap in de... Klopt, dat wordt dus die trap die je dus gelijk in één rechte stuk naar boven komt. Dus je zal... niet meer op dit punt uitkomen. Ja, hier is wat donkerder. Ja, alles is hier weg. Dus hier is de wc, hier waren de wasmachines, van Lies. Wat een leuk feitje is wat de mensen natuurlijk... De spoelbak. De spoelbak is van de heren toilet. Ook nooit geweten dus dat als je hierboven zat, dan hoorde je constant wc doorspoelen en vullen. En dat die zat gewoon hier zo. Nou, en dan hier kijk je dus nu in de gang. De gang in. Ja, nu komen we op het befaamde plakje van Lies. Hoi. En uiteindelijk gaat dit alles, het dak hier zo. Gaan we even draaien, hè? Ja. De daken die allemaal, het gaat er wordt ook allemaal nog gesloten. Daar komt dus één aflopend dak op. Hoi. Voor de binnenbouw. Maar dit gaat er allemaal af? Ja, dit wordt allemaal gesloten nog. Dat doen wij dan niet, dat wordt gedaan. Maar dit wordt gewoon helemaal plat gemaakt en wordt opnieuw helemaal opgebouwd. En dan nog kort samengevat van... De eerste wat ik je hoorde zeggen was een week of drie. En ik hoorde je, had je het gisteren over 80 werkdagen zitten wel in. Dus dat is bijna 3 maanden. Ja. Ik hoop dat we nu kunnen zeggen Koningsdag om open te knallen. Maar dat zijn dus nog gesprekken waar we met iedereen nog bij elkaar komen. Om te kijken wat nou definitief kan en wat er op de planning staat. Dus daar kunnen we nog geen duidelijkheid echt over geven. Maar dat gaan we zo snel mogelijk in een... post naar buiten brengen. En wat we ook natuurlijk willen doen is om tijdens de verbouwing open te blijven kunnen gaan. Dus in de weekenden, als het toelaat, tijdens de verbouwing om toch het café open te gooien voor een biertje, een wijntje, een frisje koffie. Niet de hele dag, maar wel gewoon om iedereen te laten zien van hey, wat gebeurt er nou in Sef? Hoe staat het ervoor? Wat zijn de ontwikkelingen? En ook gewoon dat we elkaar kunnen blijven zien en dat Sef gewoon nog steeds in die gekke tijden van de verbouwing nog steeds
chef blijft en open kan gaan. Dus hoe en wat, dat gaan we nog zien, maar we gaan echt ons best doen om iedereen nog zoveel mogelijk ook in die bebouwing erbij te betrekken. Nou, helemaal goed. Dan heb ik nog een allerlaatste vraag, en die willen wel heel veel mensen weten, maar eigenlijk moet ik die niet aan jou vragen. Maar jij bent de bedrijfsleider, het is natuurlijk nog steeds van Kees Rijn, al sinds 74. Maar gaat die man het ooit eens verkopen, denk je? Want de verdenking is nu natuurlijk dat hij het op gaat knappen om het dan vervolgens weg te zetten. Maar zo is het ook niet meteen, hè? Het is wel een beetje zijn kindje ook, hè? Ga daar maar niet van uit. Maar je weet nooit, hè? Ga daar maar niet van uit. Nee, heel duidelijk. Hé, dankjewel.